Hallo beste mensen, het is vandaag maandag, Bloody Monday, Bloody Hot kan je beter zeggen. Het is echt bloedheet, ik zit eindelijk even af te koelen in de tuin. Jean ligt ook al opgehaken. Jean, waarom hè? Leeft nog Jean? Hij leeft nog, hij ademt. Nou, morgen weer werken, het zal ook wel lekker heet zijn. Dus we gaan het zien. Blijf lekker kijken naar DB, vlogs zijn week. Lekker kopje koffie nu. Lekker heet. Zo, aangekomen op mijn werk. Na een treinreis van een kwartiertje. Een busreis van 5 minuten. En ik ben lekker aan het wandelen nu naar mijn werkplek. Ik werk in de geestelijke gezondheidszorg op mijn groep als begeleider. Dat doe ik 2 dagen per week in opbouwende fase. Dus dat is erg leuk. Ik heb het erg naar mijn zin. Dus we gaan lekker werken. Het is een lekker temperatuurtje weer vandaag. Nu valt het nog mee. Er staat een lekker windje. Maar het wordt wel 30 plus weer. Laatste dag van de week. Dus als ik thuis kom, dan neem ik er een duik in mijn zwembad. Nou ja, duik. Heel voorzichtig. Zoals je hebt kunnen zien vorige week. Dus nee, het is een lekker windje vandaag. Ik heb zin om te werken. Ik voel me fit. Gek genoeg. Ik heb goed geslapen met de hitte. Lekker ventilatortje aan. Dus blijf lekker kijken naar DB Vlogse Week, want er komt nog veel meer aan. Doei, ga werken! Donderdagmiddag en ik ben lekker op de fiets vanuit mijn woonplaats Soeburg. Even naar de Groenrijk in Middelburg aan het fietsen. Maar daar hebben ze rozemarijnplantjes en die schijnen goed te werken tegen muggen. Nou moet ik geen politie tegenkomen, want ik ben aan het filmen op de fiets met mijn telefoon in de hand. Dus even achter me kijken, kan ze in de camera. Ja, kan over 150 meter weg. Ik ga gauw mijn camera weg doen, even lekker doorfietsen. Het is heerlijk weer deze donderdag. Het is wel een flink temperatuurtje nog steeds, maar iets minder dan gisteren. En dat zet door. Dus blijf even kijken, ik ga zo de rozemarijnplantje halen bij Groenrijk. Tot zo! Kijk, 1 rozemarijnplantje voor tegen de muggen. Anders zit in mijn tas. Bij Groenrijk gehaald. Groenrijk, zin in de zomer. Prachtig tuincentrum in Middelburg. Ja, ja. Kijk mensen, moestuin. Heel veel tomaatjes. Heel veel groene en oranje, maar je moet natuurlijk de rode hebben om het echt lekker te proeven. Zien we de katten maken ruzie. Zien ze het territorium af te bakenen met Jean. En kijk, dit is de oogst van vandaag. Lekker voorbij de frietjes. Lekker lekker. En de komkommer. Dat is ook wel leuk om te laten zien. De eerste echte komkommer is aan het groeien. Kijk. Ik ben benieuwd hoe het gaat verder gaat en hoe ze gaan smaken. En her en der groeien er ook wel wat. Hier is bijvoorbeeld eentje, dat is nog een babytje. En daar zo eentje. Hier zit nog niet zo goed de derde plant, misschien wat minder licht. Maar ik zie er toch ook al eentje aan, hier zo. Dus dat gaat groeien allemaal. Leuk, leuk. Nou, Chelise en ik gaan even op boodschappen bij de Lidl en de Albert Heijn voor de barbecue. We hebben prachtige weer vandaag. Heel prachtig. Na de hittegolf de beste dag uitgekozen. En het is wel lekker cool. Het is niet meer zo heet gelukkig. Maar we zitten echt tegen het randje van noodweer aan, heb ik het idee, als we de lucht zien. Maar goed, eens even afwachten. We gaan lekker barbecue weer. Een lekkere vegan barbecue. Dus ik heb er erg veel zin in. We gaan even lekker wat vleesvervangers halen. Nou, Chinees is net weg. Het was erg gezellig. Heb je ook kunnen zien net. Lekker gegeten. Heerlijke vegan barbecue. Alleen nu word ik weer gek van de muggen. Heb ik al heel de week. Ik had natuurlijk een rozemarijnplantje gekocht. Die zie je. Alleen dat werkt niet. Ik heb nog steeds last van muggen op mijn hoofd. Wordt helemaal, ik voel zoiets te jeuken. Ja, ze hebben niet geprikt nog. Gelukkig zit ik in mijn vest en mijn lange broek. Het is 20 graden. Lekker 20 graadjes nu. Lekker cool. Zo lekker van deze week. Dus had ik gelezen dat je koffiepoeder kan aansteken. Dus dat ga ik nu eens even doen.
Alleen mijn vader zei dat ze niet goed werden van de lucht. Dus ik hoop dat het meevalt. Ik weet helemaal niet hoe je dit aansteekt, maar... Hij heeft dan brand of zo. Dat is een natte haar luchtje. Ja. Oké. Ik heb geen muggen meer. Lang leven de koffie. Koffie, koffie. Lekker bakje koffie, koffie. Koud bij bier nu. Sorry. Weg met de muggen. Gino. Kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee. Kom van dat dak af. Het is de laatste keer. Gino. Gino. Ik hoor je wel. Gino. Kom dan. Eraf. Hier. Daksluiper. Wat is dat, meneer? Zit je me te begluren? Gino. En het gaat nog harder regenen. En ik wist van niks. Ik was net een boodschapper geweest, dus ik ben op tijd weggegaan en op tijd weer terug. Lekker naar buiten, Jean. Gino, lekker naar buiten. Nee, dat gaan we niet doen, hè. Ja, daar is een flits. Oh jee. Wat komt eruit? Te abonneren en tot volgende week.